Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie maken gebakken inktvis met linzensalade, aardappel en vanille. Wat hebben we nodig? Zeekat, linzen, kippenfond, aardappelpuree, zuurroom, platte peterselie, dragon, shallot, vanille, look, laurier en mosterdsla. Dus we beginnen met de linzensala. We warmen een pot op, we doen er wat olijfolie in. We gaan de look lichtjes pletten, zodat we makkelijker kunnen pellen. We snijden het teentje midden door. We verwijderen het groene gedeelte. We gaan het mooi gaan fijn snijden. We voegen de look toe en onze olijfolie. Onze look is mooi aangebakken. Gaan we onze linzen erbij doen. Gaan we kruiden met peper en zout. Doe een blaadje vers laurier. En gaan we gaan onderzetten met kippenfond. De linzen die gaan we nu 15-tal minuutjes zachtjes laten koken. Dus we gaan het laurierblad verwijderen. We nemen de fijn gesneden shallotjes. Die voegen we toe aan onze linzen. We nemen onze platte peterselie. Onze fijn gesneden dragon. Alles gaan we heel mooi homogeen gaan mengen. En onze linzensalade die gaan we nu afwerken met wat olijfolie en citroensap. Nu nemen we onze aardappelpuree. Aardappelpuree die gaan we mooi gaan losroeren en gaan opwarmen. Bij onze aardappelpuree daar gaan we zure room aan toevoegen. Onze aardappelpuree die hebben we opgewarmd tot aan het kookpunt. En je ziet, onze puree die is mooi glad, mooi lopend. En die zal eigenlijk dienen als saus. Nog juist afwerken met verse vanille. Dus we snijden de vanillestok midden door. En we gaan eigenlijk de vanillezaadjes mooi er gaan uitraspen. We gaan mooi gaan mengen onder onze puree. En de puree gaan we nog juist gaan afwerken met wat citroensap. De puree die is mooi glad, lichtjes lopend. En de puree die is klaar. De zeekat die hebben we al gekuist in een vorige aflevering van First Class. Die hebben we een nachtje ingevrozen, waardoor dat die veel malser is. En die gaan we nu mooi gaan versnijden naar de gewenste vorm. Dus we snijden de zeekat mooi midden door. We gaan eigenlijk mooie inkepingen gaan maken in de zeekat. In gelijke hoogte, gelijke dikte. Kruiden met peper en zout. En we gaan de look mooi gaan fijn snijden. We doen er wat olijfolie op. De zeekat die is mooi gemarineerd. We hebben hier nu de plancha klaarstaan. De plancha die is heel mooi warm. En nu gaan we de zeekat heel kort bakken. Langs beide zijdes ongeveer 1 minuutje. We gaan een lichtjes gaan affrissen met een klein beetje citroensap. De zeekat die hebben we dus heel kort gebakken. 2 minuutjes, heel warme plancha. Je zeekat gaat trager bakken in een koude pan of langer gaan bakken, dan gaat die taai worden. Dus hoe korter dat je hem bakt, hoe malser dat die gaat zijn. Nu gaan we de zeekat nog lichtjes bijsnijden. Onderaan het bord doen we wat linzensla. Daarop komt onze lopende vanillepuree, die eigenlijk gaat dienen als een saus. Olijfolie aan toevoegen. Onze zeekat, die komt er mooi op. Gebakken zeekat, linzensalade, vanille aardappelpuree, zeker lekker. First Class en tot de volgende keer.